Ziet ze, komt al ooit aan. Als je een boerentram uit wij te rijden, dan zou je allemaal nou wel verstaan. Oh, oh. En 61 naar schoenen volgt. En 61 met een strijdbaar naar schoenen af. En de 65 naar de kerk is bij. Ik heb maar gerust met jouw boerentram. En wat vrienden ze zei, heeft hij een wijterwaaier? Ze zei die een wijterwaaier. Gezegend er gelijk onder, die ze moet zo slim zijn. Nee, slim is hem niet. Maar toch heeft hij niet dat veel mensen hem zouden mogen vernaaien. Ja, en wat is dat dan? Wel, die neemt zoiets, hè. Van iemand alleen. Die had een boerentram, nog hij wijterwaaier? Ik ben ingebleven en ze zaad voor. Nou is er toch op een namiddag zo een van die raketten op zijn Marx gedorgeld. Ja, maar op een boemvolle zon. Ja, maar dat heb ik gelezen. Ze zijn in de gazette om. Nou wel, César en ik waren zaten in die cinema dat gebeurde. Het is niet waar. Op balkon kon toch niet eens een van die raketten erop gedorgeld zijn. Dat was nou een knal. Stienen, stof, gekris, gekruin, gestuim. En waarom heb balkon in alle benijnen de lak onder dat voor? Kost me niet meer goed zeiden. En nu werd er groen voor de rode geroken, ze moeten vaste vroeger mijn eigen in. En even maar stond de muur, en boven die muur lag een potrel van 2 draad om te balanceren. En dat spel kost alle 5 minuten in. Had die potrel valt, zijn ik morgen door. Zeg, hoe wil jij dat er dan nou wat gaan? Ze zei. Nee, dat is van mijn manier. Ja, dat is van mijn Alleen maar kan me zeggen dat je toeren vertellen dat ze zaar zijn moeder gestorven is en dat hem 99 was en hij gaat. Alsjeblieft, meneer. Merci, Valerie. Zeg me dan, wil je nou eens wat weten? Met die gazette zien denk ik er niet aan, hè. Je gaat me niet geloven, zonne, want ik was ook vandaan het godsgeslagen, zonne. Maar dan heb ik dat niet ogenblik gezien. Ah wel, hè, dan deze morgen denk ik al, we gaan haar vinden en even raar gedaan, hè. Nou, door om de oversteek van de Kalijnstraat, daar moet ik even wachten voor tot ons te laten passeren. Klopt er niet eens iemand op mijn schouders? Ik droom me nou geen. Nou, is dat Josfien? De oudste dochter van mijn tante Maria. Allee, dan was ik straks over met zijn groet gebroken. Oh, ja. Nou, stond door zo wat te klappen in een nieuw zei ze. Zeg, zei ze. Weet het al van de César? Ik zeg, allee, welke César? Ah, wel, zei ze. De César, die vroegere vriend van oude meneer. Ik zeg, ouden die. Dat is nou wel een week of 5 geleden dat we hem nog eens gezien hebben. Ah wel, zei ze, maar zijn moeder is gestorven. En die heeft kwijt niet hoe gelozen gehad, zei ze. Ik zeg maar alleen van wie weet de vader. Ah wel, zei ze, van de waardvrouw van de notaris zelf, waar ik nogal eens mee naar de cinema ga. Ik zeg maar alleen. Dan moet ik dat toch eens een angst met hem gaan vertellen, dat ik thuis kom. Die gaan nog niet waarlijk verscheten, zei ik. Zeg, wat heb je van geweten dat je zijn moeder zo raak was? Wist je dat zelf nu? Dat wist ik van eigen. Ja, en hoe weet je dat dan niet gezegd? Die school zijn een familie, kom maar terug naar de keuken.
Zeg maar dat je geen kaartje hebt. Je maakt een vaak in het water gestopt. Vlaag niet voor een modelletje dat je dat aan euro 3 slaagt. Dat is een beetje te klein. Ik heb precies niks aan. God, ik kan me mijn lijst niet zeggen. De juffrouw zal ze bij wel komen, ze. Ik denk dat ze er een juffer van halen. Ah, ja. Dit doen ze, hè. Hallo, jullie, Mr. Mayor! Soms een singeltje, maar niet al een dubbeltje. Ik met Kinneke tegen Marie-Louise en Jean-Pierre Paul. Oh, dan ben je te gaan, zo'n zijn met twee tegen vaar. Ja. De kinderen van de Spitzer.